Ten eerste, hoe gaat het? Ja, gaat best wel goed. Ja. Goed om te horen. Voordat we het album of de nummers in gaan duiken, wil ik ook even terug naar het begin. Helemaal naar het begin. Want ik heb een paar, ik ben je social media even doorgespit. En ik heb een paar namen opgeschreven. Ik kwam Public Enemy tegen naast, Dr. Dre, Ibo. Wat voor muziek werd er gedraaid toen je opgroeide? Thuis? Ja, thuis. Turks. Heel veel Turks. En als het dan Europees was, was het echt stomme dingen. Net als Grease en zo, okay. Weet je wel. Dat... ik weet dat mijn vader een Grease album had. En ongetwijfeld, hoe heet die gasten nou, shit? Van Staying Alive. Bee Gees, zoiets, ja. Weet je wel. Oh ja. Ik kan de LP's nog herinneren. En heel vroeg kwam mijn broer met hip-hop. Oké. Okay. Ja. Met Run DMC. Dat is wat ik kan herinneren, ja. Run DMC, Raising Hell. Ja, dat is wel interessant. Volgens mij gestolen zelfs, zonder hoes. Het is gewoon alleen plaat, weet je wel. Gewoon los in de plastic zakken. Maar dat is wel interessant, want je hebt dan Turks muziek aan de ene kant en dan een paar pop dingen eromheen. En dan komt je broer met hip-hop. Wat deed dat met je? Wauw, man. Ja, dat was echt super vet. In één keer hoorde ik zo'n 808 beat, vooral Peter Piper. Dat was dan echt zo'n Rick Rubin productie. Ik dacht, wat is dit voor bizarre shit? Mm-hmm. Ik denk dat ik toen al wel een beetje van tv, dat je Countdown en zo, weet je wel, in de jaren 80. Ja. Ik kwam wel eens elektronische... muziek, maar dat had je Jan Hammer en zo, van die echte 80s ding. Maar in één keer was Run DMC zo agressief, zo bombastisch, dat ik denk van, what the fuck is dit? Het raakte me meteen. Dat weet ik wel. Ik was echt gewoon helemaal verslaafd aan de plaat van Raising Hell. Die heb ik echt letterlijk zijn er ook, ik heb de plaat nog steeds, dan zie je echt gewoon dat er echt stukken grijs zijn van grijs draaien. Dus ik dacht dat dat gewoon een soort van ding was, maar dat gebeurt gewoon echt. Je plaat grijs maken. Wanneer heb je voor het laatst naar die plaat geluisterd? Dat is ook lang geleden. Ja, nu met Spotify, maar ik merk dat ik mijn aandacht snel. Dus ik heb er wel, ik denk een maand geleden even snel doorheen. Oh ja. Maar je aandacht is er niet meer, weet je wel. Vroeger zette je een vinyl op en dan kon je niks anders dan dat luisteren. En nu heb ik Spotify op staan en staat er... krijg ik al wat dingetjes van andere albums. Ik zie alles al klaar. Ik word constant afgeleid door Spotify. Dat is echt best wel erg. Dan ga ik gelijk door daar. Je gaat goed mee met de nieuwe generatie. Ja. Maar je ontdekt dan muziek. Wanneer werd het van muziek luisteren naar... Wanneer ging het van muziek luisteren naar zelf ook muziek maken? Best wel snel, maar we hadden... Ja, het was moeilijk, weet je wel. We woonden in Bergen op Zoom, dus wat weet je. Als je nog een beetje in Amsterdam woonde, had je nog wat oldschool producers waar je nog van kon leren ofzo. Maar we hadden niemand. Dus ik ging met een vriend van me, gingen we op cassetteband loopen. Gewoon echt letterlijk een stukje van de plaat en dan op cassetteband opnemen. En dan pauze en dan de plaat weer terug. En dan had je een soort van instrumentaal stuk of zo. Dat deed ik dan, van die hoorspelletjes maken. Maar echt professioneel dan... Nee, professioneel niet, maar dat mijn zus kwam met een pc, echt zo'n superduur ding en dan kon je ook gewoon beats mee maken en toen begon het wel. Oh, ik weet nog dat een vriend een Amiga 500 had, daar kon hij mee samplen. Iets van 8 seconden of zo, dat ging wel altijd loopen. Dat was het. Kun je die eerste paar producties die je maakte, kun je die nog herinneren en heb je een idee van... Echt eergisteren bij een vriend, want ik maakte met Fast Tracker, dat is zo'n hele oude muziekprogramma, daar had ik allemaal beats gemaakt, maar blijkbaar had ik die allemaal opgeslagen. Okay. Dus we hebben ze echt eergisteren doorgenomen. Wat hoorde je? Wat hoorde je als je die tracks nu... Chaos. Teringzooi. Gewoon niet nadenken en doen. En wat eigenlijk nog... Ik was een beetje jaloers op de oude ik, dat ik gewoon niet nadacht aan regels of zo, gewoon gaan. Dat was sommige dingen waar ik had samples van Marvin Gaye met een andere sample wat harmonisch niet klopte, maar die liet ik wel gewoon lopen en dan zette ik daar een drum onder en het klonk wel, weet je wel. Dat was dat chaotische. En dat vind ik wel een interessant punt, wat je zegt van toen dacht ik nog niet aan regels. Wanneer had je het gevoel dat die regels erbij kwamen? Toen ging ik studeren. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb compositie gestudeerd aan de HKU. Niet afgemaakt, maar dan ga je toch de klassieke regels leren en dan ga je pianoles nemen. En dat doe ik al jaren nu, maar dan kom je wel een beetje... Tuurlijk,
Als ik creatief in de studio zit, dan probeer ik zo los mogelijk te denken. Maar omdat je van die patronen hebt ontwikkeld als componist nu, dan blijf je toch in die zo'n kader denken. Vroeger was je zo link dat je gewoon van die shit ging doen. Wat toch gewoon super charmant is. Ken je Public Enemy oude producties nog herinneren? Een paar nummers al, ja. Dat was ook die Bomb Squad producties, waar zo ging echt alles ging door elkaar heen, man. Dat was zo mooi. Ik hoor nog steeds, als ik een oude Public Enemy Bomb Squad productie beat hoor, dan hoor ik steeds meer nieuwe geluiden. Dan denk ik, oh, dat geen regels, niks. Ging gewoon samples door elkaar heen en chaos maken totdat het wel één eenheid wordt. In die zin dan, wat was jouw benadering toen je met Ali B ging werken en toen je wat meer richting ook richting je eigen eerste album ging? Wat was je benadering toen? Had je toen, was je op zoek naar een bepaald geluid? Ja, met Ali, ja, enorm bewijsdrang. Wij allebei, hoor. Okay. We waren echt super jong, wilden ons echt wel bewijzen. Het was ook hip-hop toen onze generatie voor ons, dat was nog wel heel erg ouderwets qua. Weet je wel, je had echt regels, je moest underground zijn, je moest echt een lyricist zijn en de productie moest goed. Wie had je DJ Know-how en zo, dat soort Amsterdamse helden had je toen. En het was gewoon eigenlijk meer een soort van arrogantie van ik ga nog beter dan jou worden, know-how. Mm. En je had Brainpower, die eigenlijk ben je dezelfde generatie, maar hij was net een paar jaar eerder. Mm. Daar keken we wel naar op, een extens natuurlijk. En we wilden ons alleen maar bewijzen en zoveel mogelijk schreeuwen dat we opvielen. En internet kwam net toen op. Toen had je een paar State Magazine, blog had je. En ja, ken je nog Kaza en zo, weet je wel? Van die illegale dingen waar je kon. Dan pleurden we onze mp3'tjes daarop, zodat mensen illegaal konden downloaden. Dus dat was gewoon heel nog onschuldig. Ja, dat was een Spotify voor ons. Ja, precies. Want nog geen label of zo. Dat is wel grappig als je dat bekijk met nu wordt dat het nergens gratis muziek weggegeven bijna. Nee. Je hebt SoundCloud, sommige artiesten doen dat misschien. Ja, dat is ook een scene, hè? Die hebben dan SoundCloud rappers of zo. Ja, je doet zoveel tijd aan besteden, je wilt toch wel wat geld voor terug. Laat ik het anders vragen dan. Wat was voor jullie de ambitie dan op dat moment? Gehoord worden, dat voor mij dan, en ik weet dat het voor Ali ook wel was. Ik weet niet of hij het kan beamen, ik spreek niet voor hem, maar voor mij was het echt laten zien wat ik kan als beat creator of producer. Ik wilde echt gewoon laten zien dat ik ook iets kon. Mm-hmm. Ik had jarenlang bij mijn ouders met pc van mijn zus had ik geoefend, dus nu werd het tijd. Het ging ook zo hard, wel. In één keer zaten we bij Wisselhold of zo, te mixen, denk ik, wat is dit man, tafel met knoppen en zo. Maar echt een enorme bewijsdrang, dat was het. Gehoord willen worden en dat lukte ook wel. Dat wou ik zeggen, want dat is dan ook gelukt. Hoe was het om daarmee om te gaan? Zoals je zegt, je komt in één keer in Wisselhold. In één keer weet iedereen zeg maar, wie jullie zijn. Het ging heel snel. Misschien dat ik dan echt snel verwend werd of zo. Okay. Ik dacht dat heel normaal was, dat je als je iets deed, dat het gelijk een succes was. Ik doe een eerste halve verhaal, je wordt goud. Je brengt de tweede of de derde single uit, dat gaat nummer 1 worden, weet je wel. Dan denk je, wat is dit? En in één keer komt er geld binnen. Oh, blijkbaar kan je ook geld verdienen met muziek. Komen wel uitgevers naar je toe met voorschoten. En denk ik, oh, ik was een student en ik had meer geld dan wat mijn vader op zijn spaarrekening had. Weet je wat? Ik, wow. En als je dan, zag je dan ook alles rooskleurig? Je dacht van, oh, dit gaat helemaal goed komen, de muziek. Je bent altijd wel onzeker, hoor. Ik denk dat als je creatief bezig bent, dan ben je altijd wel bang. Dat je ooit vergeten wordt. Dat had ik wel. Ik was heel onzeker. Ik dacht, oh mijn god, ik moet dit blijven vasthouden of zo. Dus ik wilde dit. Ik had wel een gevoel dat het maar een tijdje duurde of zo. Dat ik heel negatief keek naar dat achter de schermen ding. Dat mijn tijd maar heel lang kort zou duren dat iemand anders het zou overnemen. Zo angstig was ik. Dan ging ik ook heel anders componeren. Dan bleef ik maar alleen maar één commercieel ding maken of zo. En uit angst.